We staan hier met Puk en bij Studio 15. Wat doe je hier vandaag? Nou, vandaag hier is hier de kick-off van de You Choose campagne hier in Studio 15. We zijn hier met een van de ambassadeurs, Sam, de voetballer van Heracles. Hoe mooi is het om ambassadeur te zijn van zo'n project? Ja, supermooi. Ik werd gevraagd vanuit de club door ons teammanager. En daar hoef je niet na te denken. Ik denk dat het een supermooi initiatief is vanuit de regio Almelo. En ik denk dat You Choose het fantastisch doet, dus ik ben er blij mee. En de You Choose campagne, wat houdt dat precies in? Nou, de You Choose campagne is een communicatiecampagne voor jongeren. En You Choose, dat zegt al, jij kiest. En onze campagne die focust zich op het ontwikkelen van talenten en skills, zoals ik al zei. En wat we doen is, we willen jongeren weerbaar maken. Als jij je talent ontwikkelt en je krijgt zelfvertrouwen, daar word je weerbaarder door. En door die weerbaarheid, het doel daarvan is dat jongeren nee kunnen zeggen. Hè? Dus jij kiest dat ze geen tijd en geen ruimte overhouden voor zaken die raken aan jeugdcriminaliteit. Waarom is You Choose zo belangrijk voor de gemeente Almelo? Ja, ik denk dat het niet alleen in Almelo belangrijk is, maar in heel Nederland. Maar ja, het gebeurt nu in Almelo. Veel jongeren krijgen niet dezelfde kansen die ze verdienen. Dus ik denk dat dit een goed initiatief is voor heel de regio Almelo. En we gaan zien waar het toe leidt. Studio 15 biedt natuurlijk daar de perfecte oplossing voor met talenten en zo. Zeker, ja. Ze hebben hier, het heet ook het Talent House. Ze besteden hier heel veel tijd en ruimte en activiteiten. Allerlei mooie initiatieven om jongeren hun talenten te laten ontwikkelen. Er is van alles te doen. En vandaag geven onze drie ambassadeurs die we aangesloten hebben, Sam, Sam en Martijn, die geven ook drie hele leuke workshops. Een workshop rap, een workshop street art en een workshop voetbal. En nou, zo laten we dus al zien van, nou, dat zijn natuurlijk alweer drie skills, drie talenten. Nou, heel divers, allerlei verschillende dingen. Dat er ontzettend veel te doen is. En zeker hier in Studio 15 wordt gewoon dagelijks van alles georganiseerd door geweldige jongerenwerkers die keihard werken. Dus een talent house wat zich breed inzet. En hoe leuk is het dan om vanmiddag aan kinderen en jongeren een voetbalworkshopje te geven? Ja, leuk. Ik weet nog niet precies wat allemaal de bedoeling is, maar ik laat me leiden. Ik doe gewoon mijn best. Ik probeer de jongeren te helpen en ik probeer een goede ambassadeur te zijn voor deze uitdaging.